Okay. Zou je in de kamer willen kijken? Ja. Hoi, ik ben Maurice, Maurice Leer van SiteSucces. En dit is mijn werkkamer. En ik had een onderzoek gezien op de tv en het ging over bewegen tijdens je werk. Nou, en daar zag ik de zogenaamde deskbike. Dat terwijl je aan het werk bent, gewoon lekker aan het fietsen bent. Dus ik op zoek op internet om te kijken waar ik het kon vinden en gevonden. Nou ja, en nu heb ik eigenlijk hierboven twee werkplekken. Ik heb mijn bureau, mijn gewone bureau, waar ik een stoel heb staan en met een scherm waar ik een deel van de dag werk. En dan kan ik het heerlijk afwisselen met af en toe hier aan dit hogere bureau. Terwijl ik op de deskbike zit en ook nog eens een keer geniet van het prachtige uitzicht van Rennauer en van Amersfoort. Voor mij helemaal ideaal, want ik vind het heel moeilijk om stil te zitten. Het liefste beweeg ik de hele dag. Nou, dus dit komt voor mij als geroepen. Heerlijk bewegen en werken tegelijkertijd. En wat ik gehoord heb, dat het voor je hersenen ook nog eens heel goed is. Dat je soms 20% sneller kunt werken, sneller kunt denken, dingen opnemen, als dat je gewoon maar stil zit. Dus kortom, ideaal. En ik ben heel benieuwd hoe me dat de komende tijd gaat bevallen. Top hoor. Welke keer hetzelfde verhaal of... Ja, eigenlijk gewoon precies hetzelfde eigenlijk. Ja. Wacht hoor. Het is wel leuk dat je ook vertelt van dat je dus vanuit thuis werkt. Dat is wel... Ja. Geef maar een seintje. Ja, hij loopt. Hoi. Ik ben Maurice Leer. En mijn bedrijfje heet SiteSucces. Ik werk veelal vanuit huis. Ik doe voor heel veel bedrijven zoekmachine optimalisatie en nou goed, wat je hierboven ziet, dit is mijn werkruimte. Achter mij, dit is mijn oude werkruimte. Er staat nog een computer en een bureaustoel. En sinds kort heb ik nu een extra bureau erbij gezet met een deskbike. Nou, je ziet het eigenlijk al, terwijl ik hier lekker aan het bureau zit en geniet van het prachtige uitzicht, ben ik lekker aan het trappen. Ik ben aan het bewegen en het werken tegelijkertijd. Nou, dat is voor mij ideaal, want ik hou niet van stilzitten. Het liefste ben ik altijd in beweging, maar ja, soms moet je toch de gang achter de computer doen natuurlijk. Dus vandaar dat ik, toen ik een onderzoek zag op de tv, waarbij ook deze zogenaamde deskbike, daar werd een filmpje van getoond. En dacht ik van ja, dat moet ik gaan proberen. Ik hou van innovatieve dingen. Ik vind het altijd leuk om nieuwe dingen uit te proberen. En op zoek gegaan naar een bedrijfje in Utrecht gevonden. En nou, die hebben voor mij deze deskbike hier geïnstalleerd met een bestelbaar bureau. En ik ben er helemaal happy mee.